Cilia Rombly wil haar twee dochtertjes eens flink verwennen. En daarom gaat ze vandaag, samen met Thomas, een super tof speelhuisje maken. Nou, zoals je ziet heb ik mijn speelhuiswerk al een beetje gedaan. Ja, moet je nog erop? Ja, mag ernaast. Oh, okay. Want zo, kijk, komt het eruit te zien. Ach, blauw ook. Dat is de lievelingskleur van mij. Schattig, hè? Ja, heel leuk. Nou, wel een meter hoog, dus we moeten er wel echt voor opklimmen. Ik heb zoveel mogelijk voorbereid, maar we moeten nog wel wat klussen. Want ik wil je ook natuurlijk een beetje zien hoe jij klust. Oké. En dat begint eigenlijk met een van de staanders. Daar moeten we een inkeving aan gaan maken. Want de twee balken komen tegen elkaar. Maar als je dat zo koud op elkaar schroeft, dat ziet er niet mooi uit. Het is mooier als het er een beetje invalt. En het is constructief ook wat steviger. Dus we gaan een... Dus dit ding ga jij nu zagen? Die ga jij nu zagen. Dat zeg je precies goed. Hier naar beneden. En daar naar boven. En daar naar beneden. Ik zal even een klein stukje voor doen. Ga dan naar achteren. Ja, kijk uit. Oh, maar dat gaat best makkelijk. Ja, dat... En de kunst is om de zaag het werk te laten doen. Dus je moet niet gaan staan te hakken. Gewoon rustig heen en weer. En deze, die wijsvinger, die moet er langs. Want daarmee kan je sturen. Sturen, I got it. Oké, en dat ga ik door tot en hieronder? Ja, tot daar. Ja. Okay. Niet verder. Niet verder? Nee. Hoe? Ja. Hoe zo? Ja, dat zal wel even... Oké. Dit gaat goed. Ja, hè? Ja, maar ik ga niet verder naar beneden, merk ik. Jawel. Ja? Jawel. Oké. Geduld, hè? Oké. Nu gaan we dit weghakken, dat doen we met een bijtel en een hamer. Alleen als we het nu in één keer weg gaan hakken, is een beetje te veel. Dus het is makkelijker om nog een paar keer in de zaal. Nog een paar keer? Nog een paar keer, maar het gaat zo lekker. Ja, nu buiten naar achteren. Ja. Kijk, het is een beetje niet netjes. Ja. Maar kijk eens, hé. Oké. Is toch mooi dit? Hoe dat in elkaar valt. Fantastisch. Ja. Oh. Ik moet even uitrusten, ik zie je zo. Volgende stap, alles op maat, dus we kunnen het nu in elkaar gaan schroeven. Jij dan weer? Ja, ik. Ik hou het alleen maar vast. Echt? Ja. Juist, ja. Got it. Perfect. Oké, nou deze. Jongen, dit gaat hartstikke goed. Oh. Het gaat heel aardig goed. Het gaat hartstikke goed. Oké, ik ben er nog. Alles onder controle. Alles onder controle. Evelien is aan de voorkant van het huis bezig met haar eigen projectje. Een leuk en gezellig detail voor het speelhuis. Ja, ik ga een plantenbak maken voor het speelhuisje. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik gebruik ervoor steigerhout. En die zaag ik op maat. In dit geval is het 70 centimeter breed en 20 centimeter diep. En dan is het eigenlijk een kwestie van voorboren, in elkaar schroeven, plantjes erin. En klaar is hij. Het is nu tijd om de plantjes erin te zetten. En daar gebruik ik onder andere heide voor. Dat blijft lekker lang in bloei in het najaar. Evelien heeft een kleurige verzameling najaarsbloeiers uitgezocht. Die blijven mooi tot de eerste vorst. Het speelhuisje wordt gemaakt van blauw steigerhout. En geloof het of niet, blauw is heel toevallig de lievelingskleur van Etsilia's dochtertjes. Nou ja. Gaat goed, hè? Ja. We worden er nog handig in. Ja, echt. Is het goed zo? Ja, dat is perfect zo. Ik heb een beetje het niet zo perfect gedaan. Nee, maar luister, dit is steigerhout. Dit is ook niet helemaal recht. Het mag een beetje... Ja, dat hoort zoals in, hè? Dat het helemaal half om half. Oké, ik got it. Thomas en Etsilia hebben gezellig, maar vooral stevig geklust aan het speelhuisje. En dat is te zien ook. Jongens, we zijn klaar. Wilt je nog? Ja. Jongen, ik heb dit gewoon zelf gedaan. Zelf! En dan hebben we nog het dakje, de laatste stap. Oh, goed. Maar... Dus, ja, ik denk als jij dan even in dat huisje gaat staan... Je wilt niet andersom doen, dat jij daarin gaat staan. Nee. Kijk gelijk even hoe het jou staat, dat huisje. Oké. Jongens, dit is fantastisch. Oké. Ja. Wat leuk, dit is gewoon doorzichtig. Ja, moet het over op dit liggen? Ja. Het dak ligt erop en dat betekent dat Evelien haar magische touch kan aanbrengen. Leuke spulletjes, een schroefje hier en daar met een paar subtiele handelingen is dit speelparadijs bijna klaar voor de première. Moet je eens kijken, ziet er toch super gezellig uit. Hij zit leuk, toch? Dit? Ja.
Maar ja, ik vind wel voort wat hoort van, hè? Dus, ik zou durf het bijna niet te vragen. Even serieus. Ja, jij gaat zingen. Eigenlijk kan het niet maken om het niet te doen, want jullie hebben zo hard gewerkt en zo erg lief meegeholpen. Oké, we doen het in G. Oké, dan zing ik hemel en aarde en jij doet even zo tok, hè? Even, jij doet het tok. Hemel en aarde bewegen als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het lot bestaat. Hemel en aarde gaan over als je mij aanraakt. Ik wilde nooit geloven, maar er is meer tussen hemel en aarde. Nou, ik zeg, we gaan ze halen. Oh. Dat is mooi, hè? Ja! Echt zo. Hey, wil je even kijken? Wil jij ook kijken? Wil je ook gaan kijken? En de binnenkant is hartstikke mooi. Ja. Je past er net in. Oh. Hoe vind jij het huisje? Vind je het mooi? Ja. Vind je het mooi? Hey, missie geslaagd, hè? Ja. Ze zijn helemaal blij. Ja, goed fijn. Toch? Ja, echt heel fijn. Ze moeten echt naar binnen trekken. Van, ze komen naar binnen, want ze willen alleen maar hierin blijven. Ja. Ik slaap hier vanavond, man. Ze hebben het eigen huis. Ja. Hey, en jij kan schroeven, zagen, bijtelen en heel veel kletsen. Ja, en dat kon ze al. Ook een beetje luisteren. Dat is wel erg gezellig, toch? Ik vond het heel tof en gezellig dat jullie hier kwamen. Ja. Thank you. Wil je ook meteen aan de slag met zo'n heerlijk huisje? Ga dan nu naar onze site voor de werkbeschrijving.